nou, nee, die wou ik graag hebben. Nou, we zijn dus nu gezellig weer bij Ben in zijn nieuwe woning. En hij heeft het al heel erg naar zijn zin, zei hij. Ik ben er heel blij mee. Goedemiddag! Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stamman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stamman van de Werf. En het is vandaag alweer zaterdag 1 augustus. Het is 13:45 in de middag. Ik weet, het is laat, maar het zijn jullie onder andere ook wel een beetje van me gewend. Laat, vroeg, laat. Maakt allemaal niet uit. En zoals je ziet ben ik lekker aan het lopen met de honden. Wat ik allemaal ga doen vandaag. Joost mag het weten, ik weet het niet. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hoe dit ook lekker bij elkaar loopt ook. Hè. Wil niet wat ik wil met de lijnen. Nee. Als je nou even niet zo gaat trekken, lief. Kom eens hier. Ja, jij van die kant. Kom, Beauty, kom. Beauty, kom. Doorlopen. Kom. Goed zo. Loffie, jij ook niet zo trekken, schat. Jij trekt ook. Kom. Ja. Ja, ja. Nou, ik heb dus nou net een berichtje van Roderick gehad dat hij dus klaar is op zijn werk. Hij komt dus eerst nu gezellig hier naartoe. En dan wil ik eigenlijk even met Ro naar de nieuwe McDonald's. Ook voor jullie weer. Voor gewoon eventjes ook voor jullie. Maar ook weer voor de serie The Mall of the Netherlands. Ja, zeer zeker. En even kijken of ik hem ook lekker kan porren voor iets lekkers of zo. Wie weet. En dan even saampjes even daar gezellig even eten. Een beetje smikkelen. En dan wil ik in huis. Of misschien nog even naar de Jumbo of zo. Weet ik veel. Geen idee. Even vlees scoren. Ik heb nog genoeg in mijn vriezer, maar oké. Dus soms wel even lekker. Dus ja, en dan eventjes overleggen met Ro over het bezoek van mijn vader. En dan, want we hebben het gewoon deze aankomende dagen heel druk. Want het wordt ook onwijs warm, ja, dat weet ik. Maar moeten we even kijken, hoe en wat. En dan komt het ook wel vanzelf hopelijk wel weer goed. Dus, we zien jullie zo. Maar ik zie jullie al eerder, want waarschijnlijk vlog ik wel wat eerder. En ik heb mijn moeder aan de telefoon, alleen die is met Rijka lopen. Yep. De McDonald's, daar gaan we eerst heen. Even een broodje scoren bij de nieuwe McDonald's. Hé, schatje. Zijn lekkere broodjes? Weet ik niet. En anders gewoon even een paar kipnuggetjes, ook goed. Zo dom. Ja, tuurlijk kan je daar parkeren. Nee, we staan het helemaal vol zitten. Gaan we niet parkeren. Maar tuurlijk kan je daar gewoon parkeren. Zo hard waait het niet hoor, als je naar de bomen kijkt. Ja, het waait wel wat, maar we zijn ongeveer 3 kwartier weg of zo. Nou, en? Ja, nou. Een raamkappert. Ja, schandig. Niet zo dat je raam eruit waait. Hè. Dan moet je hier er zo meteen in, hè? Ja. Kijk nou hier. Plek zat. Ja, hier erin. Yes. We kunnen er weer in. Yes. Dus hier komt iets
maar wat? Ja, een schuifdeur denk ik of zo. Draaideur? Geen idee. Oké, wat is jouw ervaring nu van deze McDonald's? Vertel het eens, de nieuwe. Nou, het is nu 2 etages. Je standaard binnenkomen, handen wassen, ja, dat zal weer een procedure zijn zoals het nu is. En je wordt een beetje kinderlijk behandeld, vind ik eigenlijk. Van ja, je mag boven zitten. Je mag zelf bepalen waar je aan zit, of niet soms. Een beetje vreemd. En je krijgt dus moeders bestelling via het apparaat, niet via de kassa. Dan moet je dus een bordje pakken. En dan krijg je vervolgens een bonnetje met hetzelfde nummer erop. Een beetje onzinnig om dan nog zo'n bordje te pakken. Leg dit gewoon in, dan kan je het zien. Maar ja, goed. Het zal wel. Misschien dat ze nog aanpassen. En ik zie wat leuks, trouwens, achter jou. En zo'n dingetje. Nee. En met 0 erop. Ja, oké, okay, zo'n liftje. Ja. Nou, dit is onze eerste keer dus bij de McDonald's en bij de nieuwe McDonald's. Dat is dus de McDonald's aan Leidsdam. Kijk. Die is dus weer sinds vanochtend 10 uur open. Maar je komt al binnen, er staat dus iemand, ja, wilt u uw handen desinfecteren? Nou, ik dus niet, dat doe ik dus absoluut niet. En dat scherm, dat werd trouwens ook niet schoongemaakt, zag ik al. Nee, dat is ook niet. Dus nou, dan ga ik het ook niet mijn handen desinfecteren, want overal zit wel virusdeeltjes op, zelfs op je auto. Ja. Hè, als je het even goed wil bekijken en op je bestek, et cetera, ga ze allemaal door op je deurkling. Je kan honderden redenen verzinnen, zelfs op de banken. Want kijk, tafels worden wel in principe altijd afgenomen. Maar banken, stoelen, niet. Vergeet het maar. Dat wordt niet afgenomen. Dus als er iemand niest zo in die elleboog, wat denk je? De druppeltjes komen ook gewoon in principe, hè, op de stoelen. Dus ja. Hoe willen ze dat dan gaan doen? Dus het is, ja, ik heb eigenlijk al vanaf dat het virus uitbrak. Ja. Oh, geduld. Ik ga zo meteen verder. Dat is leuk. Hey. Ja, maar je komt nou wel op YouTube, hè? Okay. Dit is leuk. Is dat niet vreselijk warm dan, zo'n ding? Ja. Warm genoeg. Oké, hey, succes. Dit is leuk. Doei. Wat is dit leuk. Dat even tussendoor. Maar ik was dus bezig met jullie vertellen over de hele virus. En dat ik dus eigenlijk al vanaf dag 1 in principe heel weinig mijn handen heb ontsmet. In winkels waar ik dan kom. Nou, dat weet Ro ook al, want ik ben daar niet zo van. Hey, dankjewel. Eet graag. Nou, dank je. Hey, neem de bon mee. Nou, nee, die wou ik graag hebben. Oh. Oh, ik neem de bon, maar ik denk het niet. Dat is mijn bon. Ja. Kom daar niet aan. Als je echt een bon wil, moet je zelf maar uit. God. Nou, die neem ik even mee, dat denk ik niet. Nee. Alsjeblieft, mopje, het lekkere cheese. Ik vind hem niet echt warm, moet ik zeggen. Maar ik heb een lekker filet eurovis. Ik vind prima hoe ik het uit moet spreken. Nee, maar gewoon, ik heb gewoon maar... Ik was dan wel iets wat vaker, ja. Maar niet, ik ga niet mijn handen stuk wassen. Dat ga ik dus gewoon niet doen. Want hoe meer je handen kapot wast, hoe fijner en de bacteriën dat vinden. Dus hoe sneller je dan ook ziek kan worden. Dus ik doe dat dus gewoon niet. Dat is mijn mening. Dus waarschijnlijk krijg ik heel veel commentaar erop. Maar feestjes ga ik al nooit naartoe. Ik hou wel een klein feestje met zoals mijn oom en tante en mijn moeder. En mijn vader komt ook nog aankomende week. Wanneer weet ik nog niet. Moet ik even kijken wanneer en hoe laat. En anders gewoon lekker een beetje in de avond. Ook goed. Mogen ze lekker eten bestellen. Prima. Nee, wel grapje. Gekkigheid op stokje. Nee, maar ik ga niet zoals de andere influencers. Ga ik echt naar een hele grote feestje met 100 man. Nee, dat doe ik niet. Dus, mijn vader komt niet, die wil niet op de vlog, wel met stem. Mijn stiefmoeder, die wil niet op de vlog, maar wel met stem. Mijn moeder, nou, dat weten jullie, die vlogt zelf. Maar oom en tante, die willen ook niet op de vlog, dus ja, hè.
Die zijn nog een beetje YouTube-eng. Dus ja, maar ik ga nu lekker genieten van mijn visje. En dan gaan we lekker even naar de mal. Even nog wat misschien vers vlees halen voor vanavond. En eventjes nog naar de Polenstad. Even vragen of ze het hebben gedeeld. Dan weet ik het eigenlijk niet. Nee. En dan gaan we lekker denk ik naar huis. En ik vind het prima. Dus... Ja, ja. Zo, dat is beter. Deze jumpsuit heb ik dus bij de Haan en vandaan. Yep. Toch gaan we niet. Ja. Netjes voor de wc's. Bij de heren is het ook mooi, netjes. Allemaal goed. Dit is de keuken, hartstikke idee. Daar heb je dus ook nu zicht op. Joepie! Handig om alles te zien. Nee, het is lekker vies al. Hey. Wat? Ik heb weer wat leuks voor jou gehaald straks. Wat nu weer? Een leuke challenge. Leuke challenge. Proef en voel challenge. Ja, ja. Ja, je mag erbij hoor. Nee, toch niet? En een heel grote woord, maar toch maar niet doen. Nee, oké, is goed. Dus dat wordt leuk. Ik hoop ik. Oh, dat hoop ik wel. Nou, ik denk het wel. Ik heb rekening met je gehouden. Rekening? Ja, zeker rekening met jou gehouden. Zeer zeker. Dus, maar dat wordt vanavond leuk. Ja, je dropt me lekker thuis even af. Dan ga je slapen. Dan kom je weer bij mij en dan gaan we vlog opnemen. Met drop. Ik weet het niet of het met drop is. Ja, toch drop, hè? Ja, thuis, ja. Thuis, dus het is drop dan. Derde. Dus ja. Nou, we gaan even kijken of Ben al is verhuisd. We zijn al even in zijn straat. Zo te zien is hij nog niet verhuisd. Was heel... Mijn kan is er alvast uitgaan of niet? Natuurlijk wil ik dat. Even weer een update voor jullie. Ben die zit niet meer op zijn oude woonplaats. Dus we gaan even gelijk kijken of hij op zijn nieuwe woonplaats is. En hoe zijn woningje eruit gaat zien. Ja. Ben ik ook heel benieuwd. Nou, waarschijnlijk heel klein. Want het is of een aanleunwoning of het is een bejaardenwoningje. Dat... Dus dat is eventjes nog even afwachten van hoe en wat. Ja, gaat zeker via het kleine. Ja, oké, okay, best. Ja, mijn god, stop. Wat een hoop rommels. En kuilen. Ja, en ik mag Rode nou gewoon niet opzetten in verband met zijn werkkleding. 850, dat is niet duur deze. Nee. 316. Nou, we zijn dus nu gezellig weer bij Ben in zijn nieuwe woning. En hij heeft het al heel erg naar zijn zin, zei hij. Dus daar ben ik er heel blij mee. Dat hij het... Dat was de eerste dag, hè? Hij schat.
Eerste dag, ja. Vandaag. Dankjewel. Het eerste dag. Maar je vindt het wel een leuk kamertje, huisje? Kamertje. Nou, een leuke mens hier. Allemaal vriendelijk. Mooi zo. Dat is belangrijk. Mm-hmm. Weet je wat, Ben? Dat en dat we toen naar jouw verjaardag gingen, heb ik een beetje moeten huilen. Waarom? Waarom? Omdat ik het eigenlijk een beetje heel erg moeilijk vond om naar jou toe te gaan. Meen je? Dat meen ik. Waarom? Nadat mijn oma is overleden, heb ik samen met mijn moeder haar helemaal verzorgd. En zij is eigenlijk met het thee drinken is eigenlijk zo in één keer voorover geklapt. Dus ik heb haar nooit meer echt iets kunnen vragen of warm ook. Nee, nee. En dat ik jou eigenlijk hoorde via de telefoon, klonk jij heel anders dan wat ik was gewend. En Ro is een paar keer bij jou geweest. Ja. En die heeft mij een aantal x dingen gezegd. Van even dat je wel aardig bent afgevallen. Dus. Maar dat gezellig. Geef je. Ja, tuurlijk. Het was gezellig. Tuurlijk. En daarom ben ik hier ook weer. Hey. Daarom ben ik hier ook weer. Jullie weten nu waar ik woon. Daarom. Lekker dichtbij. 113. Uh-huh. Ja. 1.13. 1.13. Kamer 13 op en op de eerste etage. En heel vlakbij, dus. Ja. Nee, maar daar, als je naar beneden door eetzaal gaat, kom je lekker in de park. Hè. Dat is de deurbel, dat ze binnenkomt waarschijnlijk. Ja, maar ze heeft een sleutel, Ben. Hallo. En ze heeft de sleutel. En de kussen. En kussen gevonden. Moet ik vanmorgen zelf een gaan halen? Wat zegt u? Moet ik vanmorgen bij mijn oude huis zelf? Ja, dat ligt lekkerder, denk ik. Of niet? Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel, Ben. Dat je aan gewend bent? Ja, echt hè? Ja. Ja. Dat denk ik wel, Ben. Ben, want ik denk het wel wat deze mevrouw zegt. Gewoon morgen gewoon nog even je oude kussen halen. Oké. En dat slaapt vaak lekkerder. En dan deze harde kussens. Want dit zijn vaak hele harde kussens. Ja, hier de voorkant en de achterkant omhoog. Ja, ik zal het zo verfilmen. Komt goed. Hartstikke leuk. Bedankt. Ja. Hé, hey, is goed. Dankjewel. Nou, ben even een mooie knuffie. Mm. Vertel, wat krijg je te eten, Ben? Vertel het eens. Het is zaterdag, hè? Ja, het is zaterdag. Kom eens hier, eens even kijken. Dat vinden ze ook wel leuk. Het is zaterdag. Dit is voor zondag. En dit is voor zaterdag. 1-8-2020. Groentesoep. Braadworst met zuur, andijvie. Ik geen vis eet en geen rijst. Maar dat hoeft toch ook niet? Dit ziet er goed uit. Ja. Dit is dus voor morgen. Dit hier. Ja. 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 Maar dan moet je nog wel voor vandaag even aankruisen, hè? Nee. Niet? We hebben monden hier gaan. Ja, maar kijk schat. Dit en deze moet je ook nog even aankruisen. Want dit is voor vandaag. Dit is voor morgen. Dit is voor maandag, dinsdag, woensdag. Dit is al voor de hele week. Ja. Alleen je hebt deze nog niet gedaan. Nee. Moet ik je daar even mee helpen of niet? Ik heb het mondeling gedaan. Oké, mondeling gedaan. Yep. Okay. Maar je hebt een mooi bedje op, Ben. Ja, hè? Ja. Kan de zijkant ook omhoog? Hè? Kan de zijkant ook omhoog? Kan de zijkant ook omhoog? En daar is een balkonnetje. Jammer. Een mooi uitzicht. Heel mooi uitzicht. Mooie bloemetjes.nl. En een mooie binnentuin. Parkje. Hangmatje. Zo, en we zijn dus weer lekker thuis. Kijk. Ja. En ik ga jullie laten zien wat ik heb gehaald voor Roderick voor vanavond. Ik heb mijn moeder ook sowieso weer even aan de telefoon. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Dus dat telt niet mee. Vanavond gaat Roderick sowieso proeven. Deze.
deze één reepje daarvan. Hij gaat deze proeven. Deze proeven. Deze proeven. Deze proeven. Hij gaat hier wat van voelen en proeven. Hij gaat hier wat van proeven. En voelen. Hij gaat hier van voelen. En hij gaat deze voelen. En dan gaat hij deze voelen en misschien ook gewoon proeven. Hij gaat deze voelen of ook proeven. En sowieso ook deze voelen wat dit is. En als hij het goed heeft, dan krijgt hij ook nog iets met proeven erbij. En dan ga ik ook nog dingen uit en uit de koelkast zelf weer verzinnen. Dat is leuk. Espido? Ja, ja. Zeg maar ja, alleen je bent een beetje donker, dus ik moet even naar licht. Hè? Ja. Ja, hè? Precies dat. Dus ja, even opruimen. Eventjes kijken hoe ik het moet gaan doen met opruimen. Maar dat komt wel goed. En dan kan ik dus niks meer maken. Maar dan kan ik wel een foto maken. Hé, hey! Op die hoogte zit dus ook, als ik dus weer ga... En dan zie ik mezelf weer. En dan kan ik weer foto's maken. Yay! Dat, en dan heeft hij dus daarboven... Heeft dus een rondje met een vierkantje met een rondje erin. Daar hebben we Lovely. De lady. Het lijkt dat ze heel veel insecten hier heeft eigenlijk. Als je het zo bekijkt. Maar dat is het niet. Het is allemaal uit haar van de haartjes. En ik ga dus nu mevrouw en meneer verschonen. Ja. Dus dat wordt leuk. Ik ga jullie lekker verschonen. Dus in 3, 2, 1. En toen was de kooi verschoond. Helemaal weer opnieuw een beetje hier opgehoogd. Waar is ze dan? Ja, ik heb wat voor jullie. Ja. Moet je komen? Goldie. Speedy! Een hele goede avond. Ja, dit staat lekker uit. Ik had er ook geen zin om dat even aan te doen. Nope, hoeft ook niet altijd. Lekker een beetje aan het centjes denken vanzelf. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten. Ik heb nog even weer wat vlogs te doen. Ik had gisteren alweer 7. Ik heb er 3 weggewerkt. Ik heb er nu alweer 7.
blijf bezig. Dus, maar ja. Vond je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Dus abonneren. Belletje. Duimpje. En reactie. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Yo. Doei.